Hoi, ik ben Jur Houtman, de tekenleraar. Welkom bij de afleveringen van het stilleven. Wat gaan we behandelen bij het stilleven? We gaan het hebben over compositie, constructie, versimpelen van vormen, perspectief, het kaderen, het licht en donker. Maar we gaan ook kijken naar wat andere vormen dan geconstrueerde vormen. Ik zal even uitleggen wat het inhoudt. Want wat is nou een compositie? Compositie wil eigenlijk zeggen, wat laat je zien? En hoe laat je het zien? Iedere tekening is opgebouwd uit beeldelementen, lijnen, vlakken, vormen, kleur of licht en donker. En daar gaan we mee spelen bij compositie. Waar plaatsen we de onderdelen in onze tekening? Hoe kijken we naar het stilleven? Wat willen we laten zien? Vaak begint het met het uitkaderen van je onderwerp. Je onderwerp kan je midden op je tekening plaatsen. Je kan ook het hele vel papier gebruiken om je compositie in je tekening te maken. Dat jouw papier het kader wordt van hetgene wat jij wil laten zien. Zie je vel papier als het raam waar je door je naar buiten kijkt. En op een gegeven moment, als je gaat inzoomen, zie je binnen dat raampje alles steeds duidelijker, groter, uitvergroot. Niet alles is meer in beeld, maar misschien alleen nog maar een bepaald detail. En zo werkt het bij uitkaderen en hoe je dus alle hoeken van je papier gebruikt om je compositie te maken. Als tweede op mijn lijstje heb ik staan constructie. De constructie is eigenlijk, waar begin je met het tekenen van je stilleven? Je begint natuurlijk te kijken, wat heb ik voor stilleven? En hoe krijg ik het op papier? Dat heeft eigenlijk een beetje te maken met het kaderen, maar ook met jouw compositie. Hoe wil je jouw stilleven op papier krijgen? Het is je bouwplan. Hoe bouw jij je onderwerp op papier? Laat je het geheel zien of maar een onderdeel, een detail? Eigenlijk zijn we alle beeldelementen volgens een bepaalde structuur aan het plaatsen. De beeldelementen als licht, donker, groot, klein, lang, vorm, ronde vormen, hoekige vormen. Proberen we allemaal op een gestructureerde manier op papier te krijgen. Compositie is eigenlijk gewoon je vlakverdeling. Je hebt verschillende soorten vlakverdelingen. Je kan heel alles heel verticaal ordenen. Je kan alles heel horizontaal ordenen. Je kan zorgen dat een tekening heel evenwichtig is. En dat alles geordend is volgens lijnen die horizontaal en verticaal lopen. Maar als je nou een tekening iets dynamischer wil, dat er wat meer leven in is en dat er wat spannender uitziet, dan zullen we vaak wat dynamischer moeten werken en met diagonale lijnen. Met lijnen die een kijkrichting gaan bepalen. Driehoekscomposities. Je kan gaan kijken van naar wat is het belangrijkste onderdeel in mijn stilleven. Misschien kunnen we bepaalde onderdelen plaatsen op de gulden snede. Wat is de gulden snede? Als je ongeveer gaat kijken naar een derde van de hoogte en een derde van de breedte. Soms is het best lastig met een constructie. Soms zijn er voorwerpen die je voor je neus hebt die best wel lastig te tekenen zijn. En ook die voorwerpen moeten we misschien gaan construeren, een constructie van maken. Sommige voorwerpen zijn misschien soms zo moeilijk dat het makkelijker is om de voorwerpen eerst te versimpelen. Door te kijken, kan ik mijn voorwerp misschien in een cirkel plaatsen? Kan ik mijn voorwerp in een rechthoek plaatsen? In een vierkant, in een driehoek. Dat we eerst gaan kijken naar de simpele vormen, om vervolgens de simpele vorm uit te gaan werken.
Soms is er ook een stukje perspectief nodig. Ik zal aan de hand van het stilleven laten zien welke mogelijkheden er zijn en hoe we kunnen kijken naar het perspectief. Een belangrijk onderdeel ook in het tekenen van het stilleven is het licht. Maar door te spelen met licht, een beetje zoals Rembrandt deed door ergens af en toe even een lampje op te zetten, bij wijze van spreken, kan je dus sommige delen in jouw tekening net even iets meer aandacht geven. Door met een lichtbron te werken, kan je dus net hier en daar even iets dramatischer je tekening maken. En als je het over drama hebt, dat is het moment dat er iets gaat gebeuren. Dan gaat het je emotie raken, je gevoel raken. En dat is natuurlijk wat we allemaal willen. Een tekening maken of een schilderij die zoveel impact heeft dat het je iets doet. Door voorwerpen op de voorgrond te plaatsen, voorwerpen op de achtergrond te plaatsen, voorwerpen elkaar laten overlappen zodat er ook een stukje diepte gaat ontstaan en een stukje perspectief. Maar ja, dan zijn er inderdaad ook nog wel heel veel andere vormen. Maar wat dacht je nou van een schelp? Of een plant? Dat zijn vormen die niet door de mens zijn bedacht. Natuurvormen. En die hebben allemaal weer hun eigen specifieke problemen. Als we gaan kijken op een simpele manier naar de vormen. Een driehoek, een rechthoek, een rondje, een cirkel, een ellips. Dan kunnen we ook die simpele vormen gaan aanpassen totdat we uiteindelijk het resultaat hebben.